Ja, en aan tafel rond freelance, producent en agent Merel Bussink Hol. Ja. Nou, Bussink, dat is Twents, maar dat is nou net mijn man. Oh, echt waar? Ik dacht, ik kom uit dezelfde regio, maar dat is de naam van je man. Ja, heel goed. Jij bent producent en agent. Ja. Wat houdt jouw werk zo al in? Nou, ik ben al 23 jaar agent van musical acteurs. Ik heb samen met Anke Taverne een agency. En wij vertegenwoordigen samen 30 mensen. Maar het zijn echt wel mensen die alleen maar in musical werkzaam zijn. Tenminste, dat is hun basis. Ja. En daarnaast doen ze natuurlijk ook wel andere dingen. Inspreken, gastrollen, dat soort dingen. Maar musical is wel onze core business. En hoe kwam je dan in die categorie? Ja, heel toevallig. Ik zat met een vriend te eten. En die zei, wat ga je nu doen? Want ik had bij tv gewerkt. En zei, nou, ik wil eigenlijk wel bij een agency of bij een casting bureau of zo werken, zei hij, oh, ik plaats computers daar en daar en die zoekt een assistent. Dus zo ben ik terechtgekomen bij Anke Taverne. En ja. Dat doen we nu al 23 jaar samen. En wat betekent dat? Want toen die crisis begon, toen hadden jouw mensen waarvoor jij agent bent, in ieder geval gelijk geen werk meer? Nee. Nou, en sommigen waren dan in loondienst, bijvoorbeeld bij Stage Entertainment. Dus die werden dan nog gelukkig wel doorbetaald. Maar de mensen die freelancer waren, dat was van de een op de andere dag over. En als de artiesten geen geld verdienen, verdienen de agenten ook geen geld. Precies, zo zit het met elkaar. Tenminste, zo doen wij het. Dat is niet bij iedere agent hetzelfde. Nee. Maar wij sturen een factuur als een acteur aan het werk is, anders niet. Precies, je kan moeilijk geld vragen van geld dat niet verdiend wordt. Precies. Precies. Dus nu is het gewoon totaal opgedroogd. Maar het was denk ik ook een beetje crisismanagement bij jullie. In de zin van hele ongelukkige mensen aan de telefoon die toch wel enigszins in paniek waren over hun toekomst. Ja. En dan heel lang hoop houden, omdat het natuurlijk heel lang niet duidelijk werd van god, wanneer mogen we weer aan de bak? En heel veel mensen hadden gelukkig in het nieuwe seizoen wat een en ander staan. En ja, één voor één knakken dan ook die producties om. En dan zie je toch wel hele grote paniek en vooral heel veel verdriet. Want mensen vinden het vooral heel verdrietig dat ze gewoon niet mogen doen wat ze het liefst doen. Precies, mensen willen werken. Want mensen dat is in cultuur natuurlijk. Cultuur is niet een baan. Cultuur is wie je bent. Cultuur is wie je definieert als mens. En als je dan niet meer mag werken, dan wordt dat ineens een heel gek verhaal. Ja. En dat merk ik heel erg bij mijn artiesten. En gelukkig zijn er een paar mensen die dan, weet je wel, nog een serie op de rol hebben staan, die dan nu langzamerhand wel weer worden opgestart. Ja. Maar ja, er zijn een heleboel mensen die gewoon nu zijn gaan lesgeven online. Of die, ik heb één cliënt die is nu gewoon tijdelijk even in de zorg gaan werken. Ja. Ja, je moet iets. Je moet wel geld verdienen. Want was er iets wat jullie wel voor ze konden doen, waar jullie iets in konden betekenen? Nou ja, weinig. Het enige wat je kan doen is in de gaten houden hoe het loopt. En ze daarin ondersteunen. En je kan, we hebben met de agentenassociatie, de NAA, er zijn heel veel agenten bij elkaar. Die, nou ja, dan zoeken we heel veel dingen uit. We werken heel vaak veel samen met ACT. Dus er wordt wel uitgezocht van oké, de regels werken zo. En dan sturen we weer een pamflet naar alle acteurs van jongens, dit zijn de regelingen waar je eventueel voor in aanspraak komt. Dus dan moet je je daar melden of je moet daar naartoe mailen. Dat soort dingen wel. Ja. Maar ja, je kan mensen natuurlijk niet aan werk helpen wat er niet is. Nee. Dus je hebt natuurlijk twee kanten in je vakken. Het ene is het hoe draag ik zorg voor de mensen die onder mijn bewind vallen. Of waar ik iets voor moet betekenen. En hoe draag ik zorg voor mezelf. Ja. En hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik ben gelukkig getrouwd met een man die totaal niet in deze cultuurbusiness zit. Dus oh, dat heerlijk. Scheelt. Ik zou iedereen aanraden, ga niet met twee mensen in de cultuur. Nou, dat maak je dus heel veel aan. Mee. Dat maak je heel veel mee. Ja. Dus dat is één. En ik had een langere tijd bij een producent in loondienst gewerkt. En daarvoor kreeg ik nog steeds een klein stukje uitkering. Dus ik heb geluk. Ja. Dat ik dat nog heb. Dus ik hoefde ook geen aanspraak te maken op de TOZO. Dat heb ik ook niet gedaan. Ja. Omdat ik vind, als je het niet nodig hebt, moet je het niet aanvragen. Want er zijn genoeg mensen die het wel nodig hebben. Zeker. Dus ik red me wel. Ja. Alleen, ik ga wel tegen de muur op van het binnenzitten en het thuis zitten en het niks kunnen. Nee. En, dus ik ben maar heel veel gaan sporten. En zo. Ja, op zich is dat wel een hele gezonde bezigheid. Dat doe je dan moet, goed. Ja, maar je moet wat. En, ja, maar en ik hoor wel van veel ondernemers. Hè. Kijk, als je geen ondernemers willen graag aanpakken. Want het zijn mensen die continu in moeten spelen op verandering. En dat ook heel graag willen. Dat is ook een beetje in hun DNA. Ja. Maar als er geen duidelijkheden zijn rondom heel veel zaken. Ja. Waar voorlopig ook nog geen duidelijkheid over komt, is het heel moeilijk ondernemen.
Ja, is het? Dat, je kan niet ondernemen nu. En ik, omdat ik dan nu nog bij het UWV een uitkering heb, heb ik af en toe gesprekken met die mensen. En dan zeg ik ook van, ja jongens, ik solliciteer me helemaal suf. Maar ook de sollicitaties binnen, want ik doe ook evenementen. Dat droogt ook op. En er staan er wel evenementen op vacature sites. Maar als je daar op solliciteert, dan krijg je een bericht van, nou voorlopig liggen we even stil. Ja, I get it. Want er is niks. Nee. Dus dat is heel moeilijk. Dus ik ben ook nu wat breder gaan kijken. Omdat ik denk, ik wil op een gegeven moment gewoon wel weer iets doen. En ik wil ook weer geld verdienen. En hoe gaan jouw talenten ermee om? Heel verschillend. Wat ik wel altijd heel mooi vind aan acteurs, is dat ze heel flexibel zijn en heel plooibaar. En vaak ook wel heel erg om zich heen kijken en meerdere dingen doen. Dus het is niet zo dat mensen zeggen van, nou, ik doe alleen maar die productie en daarnaast doe ik niks. Weet je, er zijn heel veel mensen die lesgeven, er zijn heel veel mensen die regieklussen doen, lesgeven op scholen, jeugdtheaterschooltjes hebben. Dus ze doen vaak al heel veel andere dingen dan alleen maar op het toneel staan. Al is het alleen maar omdat je daar ook gewoon niet heel erg rijk van wordt. Precies. Dat moet dat echt doen omdat je er heel erg van houdt. Ja. En daar gaan ze zich dan nu wat meer in vastbijten, wat ik snap. Maar het is wel nodig dat er echt hoop komt voor ons allemaal. Want dit uitzichtloze verhaal is wel echt heel erg. Precies. En daarom, ik begrijp de regelingen ook. Ik zei net tegen de dames met het voorgesprek. Ik zei, toen ik die 30 mensen hoorde, dacht ik, ze zijn het procentteken vergeten. Ja. Want als je zegt 30% van je zaalbezetting of 30% van je horeca, dan haal je de kosten misschien er net dan uit, kunnen er een heleboel bedrijven gewoon langzaam weer opstarten. Weet je wel, volgens mij was Carré, die waren al klaar voor 30%. Precies. Mensen maar in 30 de zaal. Man is voor heel veel bedrijven überhaupt niet haalbaar. Nee, maar het is ook zo raar. Ja. Want ik bedoel, Carré tegenover het Polane Theater gaat nergens over. Polane Theater is 1/3 van zijn zaalbezetting, 30 man. We hebben maatwerk nodig. We hebben maatwerk nodig. Ik snap dat je regels maakt, gewoon algemene regels. En daarna moet je verfijnen. Precies. En dat is wat ze niet doen. 284.457 mensen nu op onze virtuele Malieveld staan. Ja. Hoeveel mensen mag jij daaraan toevoegen? Oh, al mijn artiesten en al die van mijn collega. Dus, en dus, heb dus je in ieder dan? Geval 30. En mijn collega en ik zelf uiteraard. En ik denk ook al hun partners. Dus laten we zeggen 60. 60 mensen zet jij vandaag op het bord. Merel, dank je wel. Ja. En heel veel succes met alles. Dank je wel. Graag gedaan. Dank. En jullie heel veel succes met de actie. Ik vind het fantastisch. Hartstikke goed. Goed dat we er zijn. Ga lekker daar staan. Dank je wel. Succes. Dankjewel.